Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor omhoog. En vandaag ga ik kapot met Wim en met mijn collega in de nieuwste Mercedes B-klasse van de politie. En deze is gemaakt door Heumots en dan ook te krijgen op een website. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Super gaaf ding. Mooi, niks mis mee. Keurig interieurtje. Niet goed te zien, maar dat komt altijd door de first person view. En we hebben de eerste melding en dat is wel een prio 1, dus we moeten wel even snel heen. En dit staat weer verkeerd. Dat doen we zo wel even goed. Of tijdens het rijden misschien. Zo. Ik geloof een melding van een vrachtwagen die wordt gekaapt of zoiets. Ik weet niet precies. Die gedachte lijkt wel te kloppen. Dat is de verkeerde knop. De verdachte zit vast, maar ik trek hem. Uitstappen! What the fuck heeft hij nou aan? Handen omhoog! Op knieën! Sterk, heel goed. Naderen en verdachte aanhouden. You're under arrest, you piece of crap. Die bearcat wat je daar ziet, die gaan we binnenkort nog gebruiken. Wees maar niet bang. Oké, okay, jij bent niet te lang verplicht. Wat doe je nou met deze vrachtwagen? Wow, dat is een... lijkt me redelijk up-to-date, deze mod. Of het gaat om een ander virus, maar hij zegt van blijf bij met de buurt, je hebt mogelijk dat virus. En dus, ja, hij heeft dit aan zodat hij niet besmet kan worden en hij heeft een vrachtwagen vol met spullen die dus, even denken. Die dus ja schoonmaken of zo. Kan ik dit? Nee, dit. Ik heb dus de brandweermod nog aanstaan. En dat is in principe niet heel erg, maar dan krijg je dus wel allemaal opties die aan en uit gaan op het moment dat ik ja dit is. Ik denk dat ik dat wel even moet gaan fixen. Of in ieder geval die mod even uit moet zetten. Ik heb hem niet gefouilleerd trouwens, meneer de DSI meneer. Let's go. Wat ik ga doen, want daar heb ik, ja, ik heb er gewoon niks aan. Als continu, als ik op de K druk, op de L druk, op de Z druk, dat er allemaal dingen van de brandweermod in beeld komen. En ik zit hier ook een beetje vast door deze bearcat. Auto wordt weggesleept, of de vrachtwagen moet ik zeggen. En wij gaan door en ik zie jullie zo meteen weer als ik de fire callouts heb verwijderd. Tot zo. Ja, we zijn inmiddels weer terug op het bureau en ik weet nou niet of ik het al had gezegd, maar voor de mensen die het was opgevallen, ik heb mijn mondkapje weer afgedaan en daarbij heb ik een portofoon op het vest gehangen omdat ik er eigenlijk dat altijd wel vet vind uitzien. de reden dat ik het mondkapje heb afgezet is eigenlijk meer omdat ja, niemand anders droeg het en ik heb besloten om niet echt in het spel te gaan handhaven op de corona maatregelen. Dus ja, het was even leuk voor een paar weken, maar van of ja, een paar video's. Maar nu heb ik zoiets van nou laat maar zitten. Ja, tenzij jullie er echt anders over denken en zeggen nee, dat moet je echt terug doen. Dan doe ik dat weer snel. Dan heb ik dat wel snel genoeg gedaan. Maar van nu denk ik zo, nou nee.
En voor de mensen die zich afvragen waarom ik twee portofoons heb, of in ieder geval die één op het vest en voor de mensen die het echt opvallen ook nog eentje op de koppel. Dat is niet zo raar, want ik heb mij eens door een kennis van mij die bij de politie werkt laten vertellen dat ze eigenlijk altijd wel twee porters hebben. En, of in ieder geval regelmatig twee porters hebben. Eentje om in het basisteam onderling te kunnen communiceren, waar het OC geloof ik niet in zit. En de andere dus in het kanaal waar het hele district in zit. Dus dan hoor je, ja, eigenlijk, ja, welke regio kan ik? Utrecht en omstreken bijvoorbeeld hoor je dan. En dan te herkennen aan het roepnummer, bijvoorbeeld de 32, ik zeg maar iets. En dan 32, 01, 2, 3 en 4 bijvoorbeeld. Dat zijn een ene van Utrecht. En dan heb je een 33, dat is van Houten, ik zeg maar iets. Hè, voor de mensen me weer allemaal gaan aanspreken. Nee, dat klopt niet, want Utrecht is de 01, ik zeg maar iets. Nee, maar even voor het principe. En dan heb je dus nog eentje waar je echt alleen met Utrecht en jouw team kunt praten. In ieder geval, zo gaat het in hier in Limburg-Zuid. Ik weet niet of dat dus hier of in heel Nederland zo is. Maar daarom dacht ik twee portofoons is niet zo gek. En ik zag toevallig echt net vijf minuten geleden een video op het kanaal van de politie landelijke eenheid. 12.01 dat is 12.01 nou. En dat is... Lincoln 18. We have a 1099 and stop porta. Nou, we gaan er wel even heen. Een collega vraagt om een transporteenheid. Dus dat doen wij wel even, we zijn er met z'n tweeën. 12.01, ik ben aanrijdend. Roger that. Ja, toevallig echt net vijf minuten terug een nieuwe video op het kanaal van de politie landelijke eenheid. En dat was een vlog van Jan Willem die de maatregelen van de corona of de coronamaatregelen deed handhaven. En daarin had zijn collega, die ook al regelmatig terugkomt in zijn vlogs tegenwoordig, ook echt een twee portofoons, alle twee op de op het vest zelfs, dus eentje links en eentje rechts. Ik hoor sirenes, dat kan nooit een goed teken zijn. Ah, dat is een hondengeluid. Ik snap nou waarom hij een eenheid nodig heeft om te transporteren. Hoi, fijn dat je er bent. De persoon die ik net heb gearresteerd, die wordt nog gezocht. Bedankt dat je hem meeneemt. Hallo meneer. Kom nu maar hoor. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Wat ben je nou allemaal aan het doen? Kom. Ik weet niet wat ik met hem moet doen. Oké, we gaan hem even opnieuw arresteren. Don't you move. Oh, kijk eens aan. Zo gaat hij wel. Oké. Kom nu maar. En een aantal mijn collega hem gewoon netjes heeft gefouilleerd en zo. Dit scheelt mij wat in afstand. Dan rijdt een mooie Vito, ook gemaakt door iemand. Nou, daar zijn we weer. Doen we ook eens het transport voor de eenheid, crash je ook nog. Dus dat is niet zo leuk. Maar ja, we gaan gewoon lekker door. En, weet je, ik dacht die melding neem ik ook eens aan. Die laat ik altijd voorbij gaan. En dat is natuurlijk wel realistisch. Zeker als er een ondergeleider staat die een eenheidje nodig geeft, weet je, dan, dan kunnen we het vast even doen. We have a possible 211 Paleto Bay, ja, dat is dus Paleto echt... Bay. Ach, Paleto Bay, dat is echt helemaal daar. Dus dat is een beetje overdreven natuurlijk. Not with a deadly weapon on Vespucci Boulevard. En we melden van een persoon met een mes. I'm
Ja, die laat een mes vallen. Ik weet hoe het gaat, nu we erachteraan rennen, dan kan ik weer een uur lang... Dat mes ligt hier, moeten we even in de gaten houden. Nee, ik ga het geen voertuig jatten. Een mes hebben we al opgeraapt. Calais Avenue. Nou, OC, eenmaal achtervolging, te voet, persoon die het mes inmiddels heeft laten vallen, collega's zijn in de buurt. Ja, dan pak ik jullie te rand hoor, jullie kunnen me wat. Nou, jij bent aangehouden. Veel lijnen. Die blijft rennen, hè? Dit is toch... Zo. U kunt uw weg vervolgen. Voor. Er zijn geen eenheden meer nodig. Er zal een reden zijn tot ze schoten, met z'n allen ook meteen, dus die heeft iets geflikt. Maar wat weet ik niet. Hallo. Hoi. Nou, jullie wachten nu natuurlijk allemaal tot ik ga zeggen wat jullie kunnen doen, hè? Assistance required in Little Seoul. Nee, dat weet ik. Vier collega's tegelijkertijd beginnen te knallen. Bam, 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 bam. Zo ging het eraan toe. Dat is echt. Zo. Doe de gaten met die bus, jongen. Pannenkoek, hé. Stap het uit, jingske. Moet ik ook worden nagekeken door de ambu, of wat? Die gewoon even... Oh! Dat kijk goed hier, ik ga die B-klasse even pakken. Ambu... Wacht. All units, we've got a domestic disturbance in... Okay. Wat drukt hier? Units respond code 2. Oké, okay, lijkschouwers opgeroepen. Mijn collega zat er nog op de knietjes bij hem. Zoals jullie zagen, wij gaan door naar de vervolgmelding. Van een... persoon die een conflict heeft met een persoon die woont in zijn woning of zoiets. Ach, nu rent iedereen wel achter mij aan. Druk. Ik heb niet geschoten, dus ik hoef geen, weet je zooi, onderzoek naar mij te krijgen. Misschien wel omdat wij hem lieten wegrennen en eerst in het te plaatsen waren. Maar ja, hè? Attention all units, offices are at the scene. Goedendag. Met wie ga ik als eerst praten? Ik ga met de melder praten. Ik neem aan dat dit de melder is. Hallo meneer. Dit is mijn huis, hij huurt het, maar hij heeft nog niet betaald, volledig niet betaald. Ik verlies mijn geld hier. Ja, kun je even laten, ja. Ja, wat staat er nou?
Ik neem aan dat dit gewoon zijn zijn woning is. Maar dit vind ik altijd zo'n lastige situatie. En ja, nou, ik vraag dit nog even. Oké. Ja, nou ja, dit is. Hij wil dat hij weggaat omdat hij niet betaalt. Ik ken deze wetten niet. Dus ik weet niet precies wat hier wel en niet in mag. Ik ga nog even met hem praten. Meneer, wat is er aan de hand? Ja, dus die landlord, oftewel de eigenaar van dit woning die dit verhuurt aan de meneer die voor mij staat, die zegt van hij betaalt niet volledig, ik wil hem weg hebben. Ja, kun jij laten zien dat je volledig betaalt? Zal maar even. Ja, nou goed. Of heeft hij nou een papier waarin staat dat hij echt moet vertrekken al? Ik snap het niet. Hé, hey, luister dan vriend. Luister dan vriend. Dit gaan we niet doen, hè. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Ja, collega, met alle respect, maar... Ja. Hij rent weg, maar hij heeft niks strafbaars gedaan, toch? Hij mag wegrennen. Hij, ja. Oké, chef. Oh, daar viel hij erbij. Heeft een eigen voertuig gejat. Heeft een eigen bus gejat? Oh nee. Collega, laat hem maar gaan, ja. Wat ik ga doen, ik ga dit aangeven, of hij moet dit maar aangeven bij de rechtbank. Hij moet een rechtszaak aanspannen ofzo. Op dit moment is er geen probleem. Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig. Ik ga deze melding beëindigen. Attention all units. Deze melding is ten einde. Goed werk. En ik vind dat hij voor mij mag gaan oppakken met een rechter voor uithuiszetting, of in dit geval met een advocaat die dan een rechtszaak gaat aanspannen. En eventueel een om later tijdstip, wat is dat, zo'n ja, zo'n mensen die aan de deur gaan en die zeggen je moet het huis, ik weet even niet hoe ze heten. Anyway, ik vind het altijd lastige situaties dit zo. Dat is heel... ja, hoe zeg je dat? Dat zit qua wetten geloof ik al wat moeilijker in elkaar. Voor iemand die daar... Zo. Is dat vanuit u? Voor iemand die daar geen verstand van heeft, zoals ik. Citizens report a petty theft on... Even kijken bij een persoon die een fiets heeft gejat. En daar gaat hij. Hoi, blijf staan. Jongen, jongen, jongen. Ik heb geen zin om te rennen, want ik weet hoe het gaat. Dan ben je weer een uur achter je auto aan het... Of terug naar je auto aan het lopen. Zo. Hoppa, taser in je nek. En meteen vuurwapen erop, alsof het niks is, vriend. Keurig. Ah, heb je een zaklamp. En waarom is dat een Glock? Heb ik ook een Glock? Nee. Vuurwapen richt op je collega, kan allemaal in GTA. Maar ik wil eigenlijk kijken wat voor wapen het was. Ik heb dus wel de Walther P99QNL. Gekregen door gewoon Raf, shout out naar hem. Fouilleer hem nog even. Zet ik de fiets hier tegen het muurtje aan. Oh, hier stond net geen hek, nu ineens weer wel. Staat hij er ook te ver, ja, ik kan dat zeggen. Oh, nee, hè? Had ik nog dingen bij die bij mag hebben? Nee, oké. Okay. Goed, je gaat met ons mee. Oh, daar. Daar hebben we ook vaak mijn video's gestart. Maar dat was gewoon altijd aan de hand van de locatie waar ik span. Daar zocht ik vaak het dichtstbijzijnde politiebureau op. En vanuit daar start ik mijn video. En daar ben ik al een tijdje in me gespand. Dus het moment dat ik mijn game opstartte en...
ingeladen en zo was, bedoel ik dan. Nou, in ieder geval deze B-klasse dus. Nogmaals even een shout-out naar Heumots. Voor de derde keer waarschijnlijk al. Te krijgen op hun website. Link daarvan staat uiteraard in de beschrijving. Het is dus de 2019 of zelfs 2020 versie. Een nieuwere versie van de B-klasse. En dat zie je vooral aan de achterkant. Hè. De voorkant zul je daar, of zie ik daar niet zoveel van. Hij ziet er wat sportiever uit. Zeker niet lelijk. Zo! Meneer, blijf even zitten. Jij stopt ook. Ja, ik zag je wel, boef. OC, we hebben met spoed een ambulance nodig. Ambulance. Misschien zelfs een meerdere eenheden. Dan komen ze met een onopvallende Q7. Wait up! Ja, mijn game stopt er echt bijna mee. Ik weet niet wat je allemaal was aan het uitspoken met die motor, maar die is nu dood. Nou, de motor ook, maar die persoon dan vooral. Zonder helm, ja, die leeft niet meer. Hè. Die moet ik wel even instellen, want ik heb ook gewoon rapid responders. Oké, okay, heb jij van mijn identiteitsbewijs? Ja, dankjewel. Heel zwart op wit gezien heb ik hem hier dus niet als een gek zien rijden. Hij heeft schade aan zijn voertuig. Maar ik kan hem niks maken. Toch? Vraagteken. Nee, ik kan hem niks maken, want ik heb hem niet als een maniak zien rijden. Dus dat ik een wit stipje zag en ik ken deze melding. Ik weet dat er een motorrijder en een auto zitten te racen als gek, maar ik heb hem niet daadwerkelijk gezien. Dus, ik heb zijn gegevens en hij mag zijn weg vervolgen. Hoe gek het ook klinkt. Nou, dit is uiteraard een druk kruispunt. Ik denk dat dit wel had moeten worden afgezet en VOA en alles erbij. Maar voor nu los ik het even zo op. Nou ja. Nu wordt chaos en nu laat ik alles even langzaam rijden. Waardoor zowel de lijkschouwer en zo komt. Wij gaan doorrijden. Ik lever deze beste heer achterin even snel, snel af. En dan kunnen wij ook de video gaan beëindigen. En dan wordt het hier wel opgelost. Nou, ik denk dat we nu toch helemaal... ja, mooi. Ik weet dat ik hier moet parkeren. Maar voor de rest weet ik ook niet veel. Zo. Hey, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag bij een volgende video. Wat er gaat zijn. Waarschijnlijk DSI. Maar dat kan ook iets anders zijn. Laat jullie verrassen. En tot dan. Joejoe.